Hallo, welkom op het biologisch melkveebedrijf van de familie van de Kroon. Ik ben Joost van de Kroon en samen met mijn ouders hebben wij deze biologische melkveehouderij. Wij hebben als speerpunt duurzaamheid en dat doen we niet alleen met zonnepanelen en ledverlichting, maar dat doen we ook met het hele stalconcept. Ons stal is een stroostal. Het heeft als voordeel dat ons dubbeldoelras, vlekvie, wat zowel melk als vlees produceert, extra de ruimte krijgt en daardoor ook meer weerstand heeft. Maar die weerstand proberen we ook uit het ruwvoer te krijgen. In de vorm van kruiden. Onze percelen zijn vorig jaar doorgezaaid met het Biodiversiteitsfonds, waardoor we een extra hoeveelheid kruiden kunnen oogsten. En dat gaan we straks zien in het land. Weiland heeft voor ons de link gelegd tussen het Biodiversiteitsfonds en ons bedrijf, waardoor wij dit hebben kunnen bewerkstelligen. Op ons bedrijf proberen we op zo'n natuurinclusief mogelijke wijze te boeren. Dat houdt ook in dat we ons vee op een gezonde manier willen voeden. En kruiden in een graslandschap geven die kans ook. Kruiden oogsten voedingsstoffen, maar ook mineralen uit de bodem, wat zorgt voor veegezondheid. Elke kruid heeft zijn eigen wortelsysteem. En dit is de karwei. De worteltjes zijn ietsje dikker dan een normale grasplant. Even een grasplantje erbij halen. Dan zie je die verwijnde verworteling. Dat is allemaal even iets anders. Ons bedrijf ligt op veengrond. En kruiden inzaaien op veengrond is gewoon heel erg moeilijk. Vanwege het stikstofleverend vermogen in de bodem. En toch hebben we het geprobeerd. Door middel van bodemoptimalisatie en aangepaste bemesting is het mogelijk om kruiden in te zaaien. We hebben dat gedaan door een wietecht te gebruiken, deze straf af te stellen en vervolgens boven breedwerpig in te zaaien. Met goed weer. De voorlopige resultaten die we hebben bewerkstelligd zijn. Ja, de ontwikkeling van kruiden. We zien ze regelmatig terug in het veld, als je door het veld loopt. En dat is iets heel moois. Dus de vestiging, die vindt plaats. De uitbreiding, dat zal nog moeten plaatsvinden. Dus de hele beboting dus zal in jaren zich gaan ontwikkelen. Het leuke van hetgeen wat we gedaan hebben is, dat als je door het land loopt, dat je bij elke stap wel een specifiek soort kruid aantreft. En dat is toch wel een heel mooi doel dat we bereikt hebben al. Zo zien we hier bijvoorbeeld een hoornbloem, een klaver, een smalle weegbree, de karwei, inheemse kruiden zoals de veldzuring. Dit is een scherpe boterbloem, een duizendblad. We hebben hier een plantje glad walstro. Dit is een leeuwentand. Wij hebben gepoogd om hier wat meer biodiversiteit te krijgen en dat pakt goed uit. Diversiteit aan kruiden is volledig aanwezig, waardoor we ook meer insecten oogsten. En die insecten die zijn van cruciaal belang voor de jonge vogels, zoals de rutters op de achtergrond. De vestiging en het doorzetten en het behouden van kruiden proberen we zoveel mogelijk door de kruiden zich te laten ontwikkelen. Dat betekent grassen, zorgen dat deze niet overheersend worden. De manieren van bemesten, zorgen voor traagwerkende meststoffen. Maar ook zorgen dat de kruiden een keer kunnen bloeien. En dat ze op die manier kunnen doorzaaien of zich kunnen hervestigen. Waar ik enthousiast van word, is dat het nu aanslaat, de kruiden. We zien het in het land en zometeen kunnen de koeien hun weerstand ook mee gaan voeden.